Lieve schatten, ik wil het hebben over eierbump. Wie van jullie kent eierbump? Wie gebruikt er wel eens eierbump? Niemand? Echt bizar. Want eierbump is een enorm bedrijf. Zeg. Ik heb er de laatste tijd met heel veel mensen over gesproken, maar niemand kent het. Tot ik het aan een paar mensen sms'te. Ken je eierbump? En toen zei hij dus ineens, ja, dat kennen we wel. Nou, waarschijnlijk is eierbump dus vooral bekend bij mensen die veel sms'en. Nou, wat is eierbump? Via Airbnb kunnen particulieren hun woning verhuren, bijvoorbeeld wanneer ze zelf op vakantie zijn. Haha, de NOS zegt Airbnb. Nou, vind ik wel grappig. Ga ik ook gewoon doen. Grappig. Airbnb. Dat is een website. Een website waar je huizen kunt huren. Wie van jullie gebruikte wel Airbnb? Ja, bijna iedereen. Nu opeens wel, hè? Ja. Nou, dat is een leuk bedrijf, toch? Dat vind ik ook. En daarom is het tijd voor... Lubach's leuke merkenlijn. Alle merken van stom naar fijn. Precies. Lubach's leuke merkenlijn. Daarop staan bedrijven gerangschikt van sympathiek naar helemaal niet sympathiek. Kijk, hier helemaal rechts hier heb je helemaal de stomste merken. Zoals Shell, Monsanto. En die klootzakken die van die scharen verpakken in van die plastic verpakkingen. Die je alleen kunt openen met die fucking schaar. Nou, in het midden staan dan van die bedrijven waarvan je denkt... geen idee. De Praxis. Bowrent. Nou, en aan de linkerkant heb je bedrijven, nobele bedrijven... zoals de Triodos Bank, Tony Chocolonely... en de 50-jarige Lisette die op de markt bloemen uitdeelt... en zegt, betaal me maar terug met een lach. Nou, dat soort bedrijven. En ons aller Airbnb staat natuurlijk helemaal aan de linkerkant. Airbnb hoort namelijk bij de deeleconomie. Dat zijn initiatieven als Thuis Afgehaald, dat je een maaltijd kan delen. Of Peerbee, een buurtapp om spullen mee te delen. Dan leen je bijvoorbeeld bij de buurman cakevormpjes om muffins mee te bakken. Of een slijptol om die fucking schaar uit die tyfusverpakking te zagen. Nou, een van de oprichters van Airbnb heet Joe Gebbia. En die is ook al zo sympathiek. Hier vertelt hij over de eerste keer dat hij zijn ideetje ging pitchen. We want to build a website where people publicly post pictures of their most intimate spaces. And then, over the internet, they're going to invite complete strangers to come sleep in their homes. It's going to be huge! Huge! It's going to be huge! Trouwens, Joe, mooie groene stappers. Ziet er prachtig uit. En het werd ook huge, dankzij een grote, grote ontdekking van mijn vriend Joe. Het moment waarop hij besefte dat hij huur kon gaan vragen aan gasten. Dat is zo mooi dat hij dat vertelt. Nou, kijk maar. When we said goodbye to the last guest, the door latch clicked. Brian and I just stared at each other. Did we just discover it was possible to make friends while also making rent? Did we just discover it was possible to make friends while also making rent? Hebben wij echt net dat ontdekt nadat de deur klikklakte? Ja, Joe. Dat heb je zeker ontdekt, want hij heeft Airbnb opgericht in 2008... en het is inmiddels al 30 miljard waard. Wereldwijd slapen er jaarlijks meer dan 80 miljoen mensen via Airbnb. Ze zijn actief in 191 landen, in meer dan 65.000 steden... en in heel Afrika zijn nog maar 5.000 zwarte neushoorns. Heeft er verder niks mee te maken, maar daar schrok ik wel even van. Nou, mijn mattie Joe heeft met Airbnb blijkbaar het grootste gat in de markt ontdekt... sinds het fietszadel. De eerste 40 jaar, joh, was niet te doen. Mag ik eraf? Mag ik er alweer af? Nou, Airbnb is dus enorm. En het leukste bedrijf ooit, dacht ik. Tot ik laatst naar Nieuwsuur keek. Het programma met Twan Huis. Een van de weinige Nederlanders die hun achternaam kunnen verhuren op Airbnb. Naast Jort Kelder, Kees Boot. Zowel Veldhuis als Kemper. En Twan zei dit. De kritiek op Airbnb groeit. Wat? Kritiek op het sympathiekste bedrijf ooit? Laten we eens even kijken. Wat is er dan aan de hand? Er lagen 7 Engelse jongeren in de gang te slapen omdat ze hun sleutel kwijt waren. Hadden tegen de muren gepist, waren stront bezopen. Je hebt geluidsoverlast, er wordt veel gebloot. Ja, het zijn meest dronken Engelsen.
te dronken en te stoned. Ja, nou vooral stoned, hè? kotsen ook erbij. Als jij week na week een stel blonde Italianen of Engelsen onder je of boven je hebt, dan word je gillend gek. Het maakt allemaal niet uit. Er wordt gepoept in de portieken. Oh, de laatste keer dat ik in iemands portiek heb gepoept was, ja, weet ik veel, boekenbal? Is dat... Airbnb zorgt dus voor overlast voor buren. Maar het doet niet alleen iets met buren, het doet iets met hele buurten. Wat er hier aan de orde is, is dat hele woningen permanent op Airbnb terug te vinden zijn. Niet meer bewoond zijn. Het is absoluut een vloek voor de stad. Zeker in de binnenstad. We zien steeds meer eigenaren die hun huis volledige tijd verhuren. Bewoner daar, vertrokken. Bewoner daar boven de coffeeshop, vertrokken. Het is allemaal op Airbnb terug te vinden. Op het moment dat je het in huis hebt, heb je ieder weekend weer nieuwe gasten. Die zich niet laten aanspreken. De ene na de andere bewoner vertrekt. Hier tegenover is een heel pand leeg. Jarenlang, althans leeg, er zitten toeristen in. De oorspronkelijke bewoners zijn al lang vertrokken. Dat is heftig, toch? De oorspronkelijke bewoners, zeg maar de aboriginals van Nederland, zijn allemaal weg. Dat sympathieke Airbnb sloopt hele buurten. Dus misschien hoort het op Lubach's leuke Merkelijn toch een stukje naar rechts. Ja, je kunt ook zeggen, kom op, hè, je woont in de grote stad. Dan lopen er een keer wat rolkoffers door je straat omdat Marlies en Peter een weekje naar Bali zijn om hun dertigers dilemma handen en voeten te geven. Dat kan, natuurlijk. En bovendien, het hele idee van Airbnb is gastvrijheid. Laten we nog even naar Joe luisteren over de eerste drie geluksvogels die ooit bij hem mochten logeren. Three lucky guests got to stay on a $20 airbed on the hardwood floor. But they loved it. And so did we. I swear, the ham and Swiss cheese omelets we made tasted totally different because we made them for our guests. Mm-hmm. Moet je je voorstellen dat je wakker wordt op je luchtbedje, dat je op 10 centimeter afstand dat hoofd ziet. Goedemorgen, ik heb een omelet met Zwitserse kaas voor je gemaakt. Ja. Volgens Joe is Airbnb dus wat gasten op een luchtbed in je eigen huis en dan 's ochtends een eitje voor ze bakken. Maar in de praktijk is het een keihard verdienmodel voor vastgoedmensen. Steeds meer steden in Nederland krijgen te maken met problemen door Airbnb. Groningen, Arnhem, Leiden, Amstelveen, Utrecht, overal rukt Airbnb op. En dat komt doordat je met Airbnb meer geld kunt verdienen dan met gewone huurders. Er zijn zelfs huisbazen die kamers verhuren aan gewone huurders en dan binnen dezelfde woning ook aan Airbnb-toeristen. Zoals deze jongen, die woont in een huis met 3 kamers waarvan er eentje via Airbnb wordt verhuurd. Ja, het brengt allemaal vervelende situaties met zich mee. Want als je toerist bent, dan ga je vakantie vieren. Kom je midden in de nacht thuis. Ze staan in je badkamer als je 's ochtends naar je werk moet. Er zijn iedere keer weer vreemden in je huis. En je weet niet wie ze zijn of je ze kan vertrouwen. De ene keer dan steken ze een joint op. De andere keer dan liggen ze de kokhals boven je toilet. Wacht mensen, hebben wij net ontdekt hoe het klinkt als je te laat bent voor je werk en er een stone Braziliaan boven je toilet ligt te kotsen? En als een huis geschikt is voor Airbnb, dan gaat dus ook de prijs van het huis omhoog. We weten het allemaal, de woningmarkt zit op slot en de prijzen rijzen de pan uit. Doordat huizenkopers opbrengsten van verhuur via Airbnb vast meerekenen, worden volgens ING huizen zelfs nog sneller duurder. De woningmarkt, die toch al krap is, wordt door Airbnb nog krapper. Huurders die zijn fucked omdat steeds meer huurhuizen worden gebruikt voor toeristen. Starters zijn fucked omdat koophuizen te duur worden. En zwarte neushoorns zijn fucked omdat ze aan het uitsterven zijn. Wil ik toch nog even noemen. En niet alleen de Nederlandse woningmarkt heeft last van Airbnb. In Gent zijn er zo'n 400 logies die verhuurd worden via Airbnb en het aantal stijgt snel. Dat drukt op de woningmarkt. A new report released today finds Airbnb may contribute to San Francisco's housing problems. The growing demand for holiday lets is distorting the regular housing market, taking thousands of flats out of circulation that are needed for Parisians. Wow, als dit in elke grote stad gebeurt waar Airbnb actief is, dan moeten ze snel weer een stukje opschuiven op Lubach's leuke Merkelijn. Doe maar. Ja. Oeh, spannend. Ze zijn nu zelfs al voorbij. En het wordt nog erger. Er is dus overlast, de huizen worden duurder, maar een groot deel van de Airbnb-verhuur is ook nog eens illegaal. In Amsterdam bijvoorbeeld verhuurt 40% van de verhuurders hun woning vaker dan is toegestaan. Overal waar de handhavers komen is het raak. Toeristen waar gewone Amsterdammers zouden moeten wonen.
Ja, dit is het handhaafteam van de gemeente, speciaal ingesteld om illegale verhuur tegen te gaan. En ze gaan hartstikke lekker, maar dat team is veel te klein. Een paar mensen op een fiets kunnen nooit meer dan 20.000 Airbnb-adressen in de stad controleren. Ik bedoel, zelfs als je team zou bestaan uit Jack Bauer, Jason Bourne, Captain Planet, Jon Snow, Robocop, Vicky the Viking, Catwoman, Lassie, Zorro en Pierre Wind. Ja, ze moeten ook eten. Dan nog ga je nooit al die illegale adressen opsporen. Wel een leuke groep. Ziet er leuk uit. En tot nu toe kun je zeggen, Airbnb is maar een platform. Al die overlast, dat is de schuld van de gebruikers. Maar Airbnb zou al bijna al die problemen in één keer kunnen oplossen als ze openheid zouden geven over de adressen en het aantal verhuurdagen. Maar dat weigeren ze. Overal lopen lokale overheden er tegenaan dat Airbnb geen informatie wil delen om illegale praktijken te bestrijden. Airbnb is in feite de grootste hotelketen ter wereld, maar ze hoeven geen brandblussers, geen nooduitgangen, ze hoeven geen wc-rollen te vouwen tot kraanvogeltjes. Sterker nog, Airbnb is eigenlijk een hotelketen die niet eens wil zeggen waar zijn hotels zijn. De grote steden willen dat er nieuwe wetgeving komt. De Tweede Kamer wil dat ook, maar het kabinet zegt, nee joh, vrije markt. Als die Joe met zijn groene gimpies de hele binnenstad kapot wil stampen, dan mag dat lekker. Maakt ons het uit. Tijd om weer te verschuiven dus. Go. Ja? En dan zeg je, Arjen, moet hij niet voorbij dat schaarbedrijf? Nooit. Het is een schaar in een verpakking die open moet met een schaar. Nooit. En misschien denk je nu, hallo, ik woon helemaal niet in die Airbnb-buurt, in de Airbnb-steden. Hoezo is dit mijn probleem? Nee, het is niet jouw probleem. Jij bent het probleem. Als je straks weer met je rolkoffertje de wereld overtrekt om te gaan Airbnb'en. Hier, je staat zelfs in de New York Times. New Yorkers, some residents of other cities have the right to live in buildings with neighbors. Not Dutch tours with wheelie bags. Ja, hey, hoe gaat het met jou? Ah, goed, ik stond in de New York Times. Wat stond jij in de New York Times? Ach ja, maar was niks. Waarmee stond jij in de New York Times? Ach, nee, laat maar. Waar stond jij mee in de New York Times? Met mijn koffie. Wat? Met je... Met mijn koffie. Wat zeg je nou? Met mijn rolkoffertje. Oké. Okay. Airbnb gebruiken is dus niet iets om trots op te zijn. Het is niet een authentiek pastijtje bij een schattig lokaal restaurantje. Nee, het is alsof je bij een tankstation een kilo knaller gehaktstaaf in je bek douwt. Hey, je moet het zelf weten, maar je mag je er zelf best wel een beetje voor schamen. Oké, terug naar Joe. Hoe zie jij dit allemaal? I see a future of shared cities that bring us community and connection instead of isolation and separation. Nee, Joe, dat is dus bullshit. Die toko van jou zorgt juist voor meer isolation en separation. En het zorgt er ook voor dat mensen straks nooit meer een local zullen ontmoeten. I swear, the ham and Swiss cheese omelets we made tasted totally different because we made them for our guests. Hou op over die omelet, Joe. Dat is één keer gebeurd. Door jou. En waarschijnlijk heb je het ook nog zelf verzonnen ook. Voor je TED-talk. People share a part of themselves. And that changes everything. Nee, Joe, mensen delen geen deel van zichzelf. Vastgoedeigenaren delen hele huizenblokken. And that changes everything. Ik begin er gewoon een beetje bang van te worden. I've always believed that turning fear into fun is the gift of creativity. Turning fear into fun? Dat klinkt als een oproep om clowns te gaan neuken. Wat zeg je allemaal, Joe? Oké. Nu is het klaar. Nu is het klaar, Joe. Ik wil jullie wat vertellen. Er zit nog een labeltje aan, hoor. Momentje. Oh, nee, dat werkt dus niet! Oké. Niet lang geleden had ik 3 Italiaanse geluksvogels te gast. Hè? En nadat de laatste gast vertrok en de deur dichtklikte, keek ik mijn vriendin aan en zei, wacht eens, hebben wij net ontdekt dat het mogelijk is om miljarden te verdienen, terwijl je ook nog allemaal steden verwoest?
De kots die ik die middag van de bank aan het schrobben was, die rook zoveel lekkerder. Omdat het de kots was van onze gasten. Mijn vriendin die bakte een omelet met Zwitserse kaas en zei: Arjen, ik vind Airbnb toch wel een beetje een kutbedrijf. En ik zei: lieverd, natuurlijk is het een kutbedrijf. Kijk maar eens goed naar hun logo. En ze keek me aan en zei: Arjen, je hebt helemaal gelijk. Nu zie ik het ook. Ik zal nooit meer, maar dan ook nooit meer luisteren naar een gast op groene schoenen. Thank you. Thank you. Wist je dat je je ook op mij kunt abonneren? Neem dan nu een abonnement en ontvang een cd-box van Roger Whittaker en een 12-delige pannenset. Ik zou het wel weten. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.